Sierheesters. Bij tuinplant.nl hebben we een groot assortiment met sierheesters. We hebben twee verschillende soorten, de bladhoudende en de bladverliezende. Als u een border in uw tuin wil gaan planten, is het leuk om dat om en om te doen. Dus dit is bijvoorbeeld de Borovskia, die bloeit einde zomer en die houdt in de winter niet het blad. Daarnaast zet hij juist weer een plant die in de winter wel zijn blad houdt en die weer juist in de winter bloeit. Daarnaast hebben we gekozen voor een hortensia. Deze bloeit juist in de zomer. Dus wat u daar eigenlijk krijgt in uw tuin, verschillende bloeitijden, verschillende groei. En zo krijgt u een prachtige tuin. Hoe plant u een sierheester? U verwijdert de pot van de kluit af. U graaft een goed gat. Daarin doet u een grote hand tuinplantengrond. Hier zit goed veel voeding in voor de plant en als u de plant water geeft, houdt het ook veel beter nat. En u zet hem in de grond en dan niet dieper dan de bovenkant van de aarde. U stampt het goed aan en zo heeft u een prachtige tuin.